ATKB is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bodem en water en ecologie. Onderzoek naar bodemverontreiniging en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen. Onderzoek naar de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. En een ecologische afdeling die zich vooral bezighoudt met onderzoek naar alles wat op en in het water leeft. Op basis van wat aangetroffen wordt in het water kunnen uitspraken gedaan worden over de kwaliteit. ATKB is een fusiebedrijf, dus bestaande uit Aquaterra en Kuiper en Burger. Het is begonnen in 1 januari 2008. Beide bedrijven zijn eigenlijk al in 1993 opgericht, dus lopen al enige tijd mee in de markt en zijn ook wel bekend. Bestaande opdrachtgevers van ons gingen nationaal en Europees aanbesteden. Die raakten we kwijt omdat we dus de schaalgrootte niet hadden. En nu kunnen we dat wel. Bij ons bureau zijn de mensen ons werkkapitaal, dus die zijn heel belangrijk. Dus voor ons is sowieso een goede werkomgeving, staat op nummer 1. Maar ook in de begeleiding, als het gaat om opleidingen. En de laatste tijd zijn we ook steeds meer bezig met persoonlijke begeleiding. Als het gaat om de planet, kijken we dus heel erg naar onze carbon footprint. Dat zit bij ons voornamelijk in transport en in gebouwen. En in Geldermalsen hebben we nu de kans om een nieuw duurzaam pand te bouwen. Wat we dan zodanig willen maken dat het heel energiezuinig is of zelfs energie oplevert. We zijn een tijdje geleden een project begonnen om onze auto's zuiniger te laten rijden. Enerzijds door technische maatregelen en anderzijds door nieuwe rijden. En door middel daarvan besparen we brandstof en besparen we ook kosten uiteraard. Waar dan weer, als het goed is, elders bomen voor geplant worden. We zullen het toch met z'n allen moeten doen op deze planeet. En we zullen ook iets voor ons, degene die na ons komen, achter moeten laten. Ondernemers zijn door wat ze doen eigenlijk heel invloedrijk. En ik vind dat ook een morele plicht. We zijn geen goede doelenstichting of anderszins een idealistisch bedrijf. We hebben gewoon 70 hypotheken aan het werk. En dit bedrijf moet ook continueren. De bestuursvoorzitter van de Rabobank heeft gezegd van alle bedrijven die niet bezig zijn met duurzaamheid of daar geen boodschap aan hebben, die hebben over een paar jaar geen bestaansrecht meer. Dus je merkt echt dat het een economische factor van betekenis is geworden. Dus duurzaam is niet duurder. Sterker nog, met duurzaam kun je goed verdienen. Toekomstplannen hebben wij zeker. We zouden ook best nog wel wat verder willen groeien. Van de andere kant is groei geen doel op zich, maar groei is wel een middel om je werk goed te kunnen doen. En makkelijker internationaal te kunnen werken. En Europa is sowieso ons speelveld. We werken ook al wat in het verre buitenland. Dus in China doen we ook het een en ander op visprojecten. De lijn die we nu hebben ingezet, die gaan wij zeker doorzetten. Daar gaan we zeker mee verder. Als wij de MVO Award winnen, dan is dat een stukje erkenning van hetgeen wat we doen. En als we dat kenbaar en zichtbaar kunnen maken aan anderen, dan zijn mijn doelen wel bereikt. Blij is een groot woord, maar ik denk toch dat ik blij ben. Ik weet niet zeker of ik ook dronken word, maar het is in ieder geval wel voor ons biedt de gelegenheid om daar meer over te vertellen. Het gaat ook gewoon om het voortbestaan van de aarde uiteindelijk.